Kom eens naar die papa. Hi iedereen, op dit moment zijn we op de luchthaven in Düsseldorf. Over een paar uur vertrekken we naar Wenen. Vanaf Wenen vliegen we naar Bangkok en vanaf Bangkok vliegen we naar Hanoi, Vietnam. Een lange, vermoeiende reis gaan wij tegemoet. Maar het is voor goed doel een mooie vakantie in Vietnam. Dus dat was mijn korte update en ik spreek jullie dadelijk nog. Nou, omdat we zometeen het vliegtuig ingaan en we pas vannacht eigenlijk weer eten krijgen op de lange vlucht, hebben we besloten om voor een voedzame maaltijd te gaan. En ja, dat is McDonald's geworden. Erg lekker allemaal. Dus wij gaan nu lekker smikkelen en ik zie jullie zo meteen nog. Zo, wat een enorm stuk. Hallo. Het is op dit moment 10 uur en we zijn zojuist geland in Wenen vanuit Düsseldorf. En we hebben wat vertraging opgelopen, zo'n half uur. Dus op dit moment zijn we half aan het rennen naar de gate om het te halen. Aangezien we ook nog moeten boarden en dan het vliegtuig nog in moeten. Maar volgens mij komt het goed. En dan is het 8 à 9 uur vliegen, dan zijn we in Bangkok. En dan nog 2 uur en dan zijn we in Vietnam. Dus ik kan niet wachten. Hoe gaat het? Ja, lekker. Hoe voelen we ons? Nou, wel goed. Ja? Heb je lekker geslapen net? Nou, niet echt, maar wel lekker zitten soezen. Ja. Filmpje gekeken. Lekker gegeten? Heerlijk gegeten, lekker Italiaanse pasta. Dus kijk. Dat is allemaal hartstikke lekker. Daar houden we van. Oostenrijks biertje erbij. Oh, heerlijk. Dus, allemaal helemaal goed. Gelukkig. Dus we gaan nu kijken of we een boardingpas kunnen regelen voor Hanoi. En dan het laatste stukje van de reis en dan zijn we er. Eindelijk, we hebben er zin in. Zeker weten. Zeker. Hallo Bangkok, we zijn geland. Eindelijk, na 10 uur vliegen zijn we eindelijk aangekomen. Heel veel turbulentie gehad, dat was echt niet leuk. Wel super lekker gegeten en ik zelf heb nog best wel wat geslapen. Dus dat is echt super fijn. We gaan nu de boardingpas regelen voor de vlucht richting Hanoi. En ja, dan is het nog 2 uur wachten en dan eindelijk mogen we. En dan hopelijk zijn we super snel in Vietnam.
aangeland in Vietnam. Eindelijk. Het heeft ongeveer 1,5 uur geduurd de reis. Nou, dat valt op zich wel mee, maar in totaal zijn we dus wel 20 uur onderweg geweest. Nu zijn we onze visum aan het aanvragen. En dan dadelijk door de douane heen. En dan zijn we er echt. Dan mogen we echt Vietnam binnen. Het is wel spannend, maar ik heb er super veel zin in. Nou, het is gelukt. We zijn in Hanoi door de douane heen. En het is echt super warm. Het is echt heerlijk weer. Het was 38 graden, hoorden we net. We zijn nu aan het wachten op ons vervoer. En dan gaan we lekker naar het hotel, wat eten en dan snel slapen. Want we zijn allemaal ontzettend moe. Het is op dit moment 11 uur en we hebben zojuist gegeten. Het was erg lekker, maar we zijn allemaal zo moe dat we toch snel ons bedje op gaan zoeken. Nou, het was een prima dag vandaag. Heel vermoeiend, dat wel. Veel turbulentie, wat echt niet leuk was. Maar goed, voor de rest mag ik niet klagen over de vlucht. We hebben lekker eten gehad. Goede verzorging. Dus ik ben tevreden. Nou, ik hoop dat jullie deze vlog leuk vonden. Wij gaan lekker slapen. Ik ben benieuwd naar jullie reacties. En ik zie jullie morgen weer. Doei doei!